Wat zou jij echt willen hebben en ik betaal het voor je? Goede laptop wat alles aan kan. Een filmcamera. Mooie boxspring of zo. Een oven, want die is stuk. Wat kost een boxspring? Een echte goede, dan 2000 euro. Wat als je die boxspring zou huren? Huurmatrassen, huurbedden. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Op een laptop staan toch wel persoonlijke bestanden. Dat is toch in de cloud tegenwoordig? Ja, ja, touché. Wij huren thuis de wasmachine. Het is best wel handig, want als die kapot gaat, dan kun je hem naar hen toe brengen en dan maken zij hem. De voordelen van het milieu, dat je als het eenmaal huurt, dat er geen nieuwe spullen gemaakt hoeven te worden. Ik denk dat ze dan steviger gemaakt worden en langer mee kunnen, ja. Je deelt eigenlijk met elkaar. En wat denk je dat de oudste deeleconomie is? Ik denk huizen, de huren, dat je huis huurt. Auto's of huizen. Ah, boeken. Boeken. De bibliotheek, natuurlijk. Dat ik zo'n doorgeven als klaar ben. Vogel valt, vogel vliegt.